Dit is Chef. Chef is een Zwitserse witte herder. De witte herder die behoort tot ras of de vachtgroep stokhaarvacht. Dat houdt in dat hij een dekvacht heeft en daaronder heel veel onderwol. Die onderwol die laat 1 keer per jaar rigoureus los, dat is in het voorjaar. En verder verhaart hij het hele jaar, maar vooral in de zomer en in het najaar verhaart hij wat dekvacht. Dan laat die onderwol, die hij de hele winter nodig heeft gehad om lekker warm te blijven, die laten in verband met het lichter worden, het warmer worden, gaat die onderwol loszitten. Nou kunt u natuurlijk als particulier, kunt u die hond in het voorjaar flink gaan uitrossen met de kam, met een pennenborsteltje. En zo zijn er een heleboel attributen die u kunt gebruiken. Het nadeel is echter dat u niet alleen de wol eruit borstelt, maar ook vaak een gedeelte van de dekvacht meeneemt. Dat is niet de bedoeling. Daarmee haalt u het hele verhaarritme van de hond, kunt u daarmee verstoren. Makkelijker is het voor u, voor de hond, om hem naar de trimsalon te brengen. Wat gebeurt er in de trimsalon? Daar gaan ze hem niet staan borstelen, uren achter elkaar, wat voor de hond helemaal niet leuk is. Maar ze gaan hem in bad zetten. Dat wil zeggen, hij krijgt een was- en blaasbehandeling. Daar zijn we, is een trimmer ongeveer 2 uur mee bezig. De hond gaat een tijd het bad in, die wordt gemasseerd en die wordt naderhand met een waterblazer wordt de wol eruit geblazen. Dus er hoeft helemaal geen kam en borstel aan te pas komen. Het voordeel daarvan is dat het voor de hond veel prettiger is. Er wordt niet getrokken of wat dan ook aan zijn huid en vacht. Maar het gaat op een hele rustige manier. Voordeel is verder dat u thuis niet zit met al die wolvlokken in uw huis. Dat blijft allemaal bij de trimsalon. Het mooiste is als u de hond naar een trimsalon brengt op het moment dat hij het meest in zijn verharing zit. Hoe kunt u dat zien? Als u nou bijvoorbeeld een plukje haar optilt. Kijk, dan kun je hier zien. Hier zie je dat het haar wat dunner is. En als je dan dit omhoog trekt, dan zie je dat het hier ook dun is, maar dat het hier heel vol is. En dat is de wol die al losgelaten is van de huid. Die zit nu in die vacht. Die zit om zijn dekvacht heen gekringeld. Als je hier niks aan zou doen, dan gaat op een gegeven moment die wol gaat verklitten met zijn dekvacht. Dat moeten we niet hebben, want dan zit de hond binnen de kortste keren heeft hij een hele verveelde vacht, waardoor eigenlijk ook door de trimmer niet veel meer aan te redden is. En dan zou die geschoren moeten worden. En dat is absoluut niet de bedoeling bij zo'n vacht. Dus ziet u dat die vacht los heeft gelaten van de huid, dan zo snel mogelijk een afspraak maken bij de trimsalon, zodat ze hem op zo'n hondprettige manier van zijn wol af kunnen helpen. Nou is deze hond gecastreerd. En een gecastreerde hond met een stokhaarvacht gaat meer wol aanmaken. Daarom zal het bij deze hond vaker per jaar nodig zijn om voor een was- en blaasbehandeling naar de trimsalon te brengen. Als de hond in een trimsalon komt, wordt niet alleen deze vacht goed behandeld, dat u van het verharen af bent, maar worden ook zijn voeten nog een beetje bijgewerkt, zodat hij niet meer van die rare vlossen aan zijn voetjes heeft. Zijn gebit wordt even gecontroleerd, zodat de baas eventueel advies kan krijgen om even zijn tanden te laten doen. En verder worden zijn oren en zijn nagels gecontroleerd. Zijn de nagels te lang, dan worden ze in de trimsalon ook even geknipt.